De gala hier op Breda Nieuws Nakpraat met Freed from Desire, oftewel Will Griggs on Fire. En dan is natuurlijk de hoogste tijd voor... Dit is Nakpraat. Dit is Nakpraat. Dit is Nakpraat. Iedere donderdagavond van 8 tot 9 op Breda Nu. De ratpol van deze week. Ja, en de ratpol van deze week, Marcel, waar gaat die over? Ja, die gaat over Manchester City, hè, want daar zijn we een weekje te gast. Ja. En wij vroegen ons af, wat levert het trainingskamp bij City nou eigenlijk op? Ja, op de blauwe kunstgrasvelden. Ja. Blauwe verf en zo. Ja. Ik dacht dat die zware anti-kunstgras waren daar in Engeland. Ja. Het hoofdveld niet. Hoofdveld niet, maar bijvelden wel. Ja, zwaar blauw. Ik kan me nog herinneren van de vorige keer dat je allemaal foto's kreeg. Dan ging er een bal over en dan dacht ik, waar is de bal gebleven? Een soort hockey. Ja, komt het bijna wel op neer. Gezellig. Maar er zijn in ieder geval een stuk of 6 zijn er gezegd. 22 man zijn er mee. 2 keepers, 7 verdedigers, 8 middenvelders, 5 aanvallers. En dat is nog een beetje te weinig eigenlijk, hè, voor een volwaardige selectie. Daar moet er wel bij, hè? Daar hebben we het nog over, zo met, straks waarschijnlijk. Maar ga ik maar weer op het knopje drukken, want wat krijgen we dan? De ratbol van deze week. Nummer 6. Op nummer 6 staat met 12% ex aequo kapotte regenpijpen. Ik vind het wel een klassieke voetbal anekdote natuurlijk. Moet je even uitleggen. Ja, via de regenpijp uit de hotelkamer ontsnappen en dan het café opzoeken. Is er wat te doen in Manchester of niet? Ja, vast wel. Dat was meestal in de reiskoffer, hè, deze altijd. Ja. En dan met zeg maar, als je zakken goed vol hebt, dan weer via diezelfde regenpijp terug naar boven proberen te klimmen. Die weg is veel moeilijker, hè? Ja, dat is veel langer. Het duurt veel langer. Maar het is wel een klassiekertje. Zijn er binnen selectie enkele spelers die... Die daarvoor in aanmerking komen? Die daarvoor in Azië, ja. Ik zou. Nou, ik denk dat de grootste weg is onderweg is naar Italië. Ik denk dat Revolut wel zo'n typetje was die... Die de dansschoentjes aan en... Die de dansschoentjes aan had en... Nou, in ieder geval om... Zolen. Om in ieder geval het trainingskamp tussentijds te verlaten. Aha, oké. Okay. En misschien in de... En Sadiq? Deed dat ook, want die, kan, die hoeft niet eens langs de regenpijp. Die kan zo uit het raam klimmen. Dus, Ik weet niet. Mark Brigitti misschien. Australiër, die moet toch bier kunnen drinken, zou dat denken. Ja, dat is waar. Ja. Dat is waar, die zou ik bijna zeggen. En ik denk, als we hem nog in de gelederen hadden, meneer Brands, die was zeker langs de regenpijpen naar beneden gegaan. Ja. Dus komt helemaal goed. Er wordt hier terug goed gelachen hier aan de overkant. Dus, maar ja, dat was in ieder geval de nummer 6. En dan wordt het hoogste tijd voor... De ratbol van deze week. Nummer 5. Op nummer 5 staat ook met 12%, dus dat kan ook nummer 6 eindigen, ex aequo. Een koffer vol verstekelingen. Dat moet dan wel een hele grote koffer zijn, als daar verstekelingen in kunnen passen. Want meerdere, hè? Ik zou zeggen, max eentje, of niet? Ja. Wat past er bij jou in een koffer? Nou ja, geen persoon in ieder geval. Nee, als ik hem goed opvouwt, dan een beetje lilliputtig formaat. Een klein mens, zou kunnen. Een beetje Olivier Rommels type, klein, die zou er net in kunnen. Zou jij ook een verstekeling uit Manchester dan mee willen nemen? Ja, nou, liever een gewone speler, zeg maar. Ja, dat begrijp ik. En wie zou dat dan moeten zijn? Oei, een goede keeper. Ja, die komt misschien nog wel. Dat zou die gast van 19. Maar die is wel heel groot. Ik heb een foto van hem gezien. En die is wel aardig indrukwekkend. Ja, noppert figuur qua lengte. Ja, maar hij is wel een stukje breder volgens mij. Ja, meer een type kleerkast. En noppert was toch lang en dun. Zou die dan toch snel genoeg bij de grond zijn? Of, Nou ja, dat weet ik niet. Maar ik denk wel dat het heel indrukwekkend is dat je met zijn vent een 1-op-1 duel moet uitvechten. Ja, dat wel. Dat denk ik ook, ja. En, dus. dan zeker ook omdat het een type Engelsman is. Heeft hij zijn tanden nog of niet? Ja, dat wel. Maar ik vind ook Engelsman en hij heeft zo'n mooie ex-Jugoslavische achternaam. Hè. Dus ik vind dat ook altijd een beetje Balkan. Kom ook een beetje stoer over, hè, zeg maar. Klopt. Ja. Als je die mannen ziet lopen, dan word je er al bang van. Ja. Zou ik bijna wel zeggen. Maar die mag voor mij in de koffer zitten, zeg maar. Nou, dat moet wel flinke koffer zijn. Ja, maar laat hem maar komen. En als Ambrose nou niet aan de bak komt, zou je die ook meenemen in die koffer? Jawel. Ik vond hem zeker op het laatst goed doen. Toen hij naar rechts verhuisde, vond ik hem van... Het leek alsof hij van een bepaalde druk was verlost. Mm-hmm. En in samenspel met Tevreden. Ik vond dat een mooie gaan, hoor. Ja. Dus zeker. Ja, welkom wat mij betreft. Ja. Want dan zou je kunnen zeggen, hey, als ik dan even het afgelopen 25 minuten, half uur bij elkaar haal, zeg je van oké, Tevreden in de spits. Fernandes die daar lekker een beetje rondomheen draait. Ja. Zo'n frivol klein spelertje. Ik las dat onze Barker ook beschikbaar was. Brandon Barker. Barker. Brandon de Blaffer. Ja. Nou ja, hij is misschien wel een beetje, heeft hij bijgeleerd in Schotland, hè? Daar heeft hij gezeten. Dus, Zou kunnen. Maar ja, of ze daar hier in Breda nou op zitten te wachten? Nee, ik denk het niet. Denk het niet, hè? Een gepasseerd station, denk ik. Dat denk ik ook. Ayepong?
Ja, vaak geblesseerd, hè? Een beetje. Mm-hmm. Als je voetbalt, zie ik hem graag voetballen. Is, maar is al twee keer geweest. De zwarte hamster. Ja. Ja, het is, ja, het is een beetje... Ja, hoe moet ik dan over zeggen? Ik vind het heel vaak geblesseerd. Ja. Vaak spieren, dus dat zou erop kunnen duiden dat zijn lijf toch niet helemaal, niet helemaal voor topsport geschikt is. Klopt, ja. Nee, dat klopt inderdaad. Nou, ik ben blij dat de volgende in ieder geval op eenzame hoogte op deze positie staat. Dus daar gaan we maar even naar kijken. De ratbol van deze week. Nummer 4. Op nummer 4 staat met 15% ongelukken op de rechter rijbaan. Nou, daar geloof ik helemaal niks van. Hoezo? Nou, ik heb een tijdje in Engeland gewerkt. Ik kom er vaak ook met mijn eigen autootje. En dat is heel simpel. Dat is typisch eigenlijk een uitspraak van iemand die zelf nooit in Engeland rijdt en daar links rijden niet gewend is. De eerste keer dat ik er naartoe ging met een auto, was ik ook even zenuwachtig toen ik van die boot afging. Dat duurde 10 seconden, want je gaat met het verkeer mee. Nou reizen met, dat is waar. Nou reizen met een hele bus, hè? Ja, ik mag toch hopen dat die buschauffeur zijn rijbewijs heeft, of niet? Niet net als Hans Daan toen hij van de bekerfinale afkwam, met zijn 16 jaar. Ja. Dat zijn de anekdotes. Ja, de anekdotes uit 1973. Dat doen we later nog wel een keertje. Dat is goed. Dat komt goed. Ja, en als je het dan zo hebt, dan ga ik het weer moeilijk maken. Welke van de twee die weer met een gelijk aantal staan, zet jij op nummer? De ratbol van deze week. Nummer 3. Nummer 3, met 17% gedeelde plaats, helaas. De onderste, blauwe schaafhonden van het kunstgras. Kijk, toch een verwijzing naar dat blauwe kunstgras waar ik het net over had. Ja, weg ermee. Ik heb het niet gezien in de beelden die ik tot nu toe vanuit Engeland heb gezien. Ja, daar lijkt het wel een beetje. Ja, dat is een soort verkeerde sport volgens mij. Maar... Ja, maar zou op tijd moeten sproeien, hè? Nee, niet de last van. Daar glijd ik tenminste goed. En ik vind als ze nergens in de Premier League kunstgras hebben, waarom train je er dan op? Ja. Mm-hmm. Want ja, hier ben je niet je jeugd aan het opleiden voor omstandigheden in het echi, zeg maar, als het er echt om gaat. Ja. Dus ja, ik vind kunstgras leuk voor amateurverenigingen die weinig te maken hebben, veel leden en toch al een jeugd willen laten spelen. Dan is het een mooie uitkomst. Ja. Maar op dat topniveau moet er gewoon mee kappen, met heel de kunstgras. Ja, maar om even een klein zijstapje te maken. Je hebt natuurlijk ook wel de trend, hè, in de eerste divisie vooral. Almere City volgens mij en Dordrecht, even uit mijn hoofd, die allebei aangekondigd hebben om gewoon weer terug naar het gras te gaan. Ja, ik denk dat je niet anders kunt, want gewoon in heel Europa kennen ze het fenomeen kunstgras gewoon. Ja, voor mij kun je gewoon veld gewoon goed onderhouden. Ja, zelfs gewoon in Noorwegen, Zweden, noem het allemaal maar op. Waar je dan zou zeggen dat je in de winter gewoon slechte omstandigheden hebt, daar wordt gewoon dat hoort een beetje bij. Ik denk zelfs dat wij zoveel kunstgras gebruiken, dat een van de factoren is dat dan Nederlands clubvoetbal in Europees verband zo aan het achteruit gaan is. Zou kunnen. Dat zou te maken kunnen, ja. Maar ja, nogmaals, we hopen dat het in ieder geval over een paar jaar zover is dat zowel in de Ere als in de Eerste Divisie, of de Keukenkampioen Divisie, zoals het zo mooi heet, gewoon weer lekker op gras gevoetbald wordt. Ja. Nou, daar gaat hij weer. De ratbol van deze week. Nummer 2. Op nummer 2 staat ook met 17%. Het antwoord sterke verhalen over besloten wedstrijden. Die moet je even uitleggen. Nou, wordt die wedstrijd eigenlijk gefilmd? Of komt er iets van online of zo? Of, ja, de wedstrijd van Sparta heb ik niks van op... Dat heb ik ook niet gezien. Nou ja, dan kunnen we altijd wel zeggen dat je geweldig hebt gespeeld natuurlijk. Ja, maar als er niks van naar buiten komt, de sterke verhalen, dat je met, weet ik veel, 3 keer de sterspeler van Sheffield hebt gepoord. En dan gewoon met 3-0 verliezen, maar dat maakt dan niet uit, want niemand kan het toch controleren. Nee, we hebben een goede wedstrijd gespeeld, 3 keer slordig geweest, maar voor de rest zit er vooruitgang in. Ja. Dat is ook wel zo. Ik moet zeggen, van de voorbereiding tegen de amateurclubs waren wel beelden te zien, maar inderdaad van Sparta niet. Dus het is een besloten wedstrijd, hè? Waarom is het eigenlijk? Want het is een schitterend affiche. Ik kan me van een paar jaar terug kan ik me Blackburn Rovers nak herinneren. Ja. Werd echt massaal bezocht, ben ik ook geweest gewoon. Dat klopt. Misschien wilden ze dat wel niet. Ja, jammer. Het was een mooi tripje geweest voor de NAC-supporter. Voor de sporten wel, Ik denk dat er mensen hun vakantie op hadden aangepast. Maar wat heeft Van der Gaag te verbergen? Ja, ik weet niet of het daarom is. Misschien verwachten ze wel... Is er rivaliteit tussen Manchester City en Sheffield misschien? Mm. Weet ik niet, hoor. Vraagteken. Kan ook op basis van de autoriteiten zijn daar natuurlijk. Hè, in verband met beveiliging en dat soort zaken. Dat men dat gewoon niet wilde. Ja. Maar ja, misschien dat we er straks nog wijs uit worden als we straks de voorbeschouwing op de wedstrijd gaan doen. In het vierde onderdeel van dit programma. Maar nu is de hoogste tijd, Marcel, voor en wacht op de herhalingen. De ratbol van deze week. Nummer 1. Met 27% volle fotorolletjes. Ja. Want jij denkt dat ze er vol op de toerist gaan uithangen? Ja, ik denk het wel. Blauwe velden op de foto zetten. Oh, blauwe velden. Dat is vrij uniek, hè? Dat is, Ik was wel benieuwd naar dan die toeristische attracties van Sheffield. Ja. Die, het stadion, kunnen leuke foto's van maken ook.
Misschien hebben ze wel een museum, dat ze daar een leuke tour krijgen. Wie weet. Maar we moeten dan nog meer op die volle, om die fotovolle rolletjes vol te krijgen. Ja, leuke acties misschien. Blauwe velden, het hele complex, hotel. Een selfie natuurlijk. Ja, selfie, altijd, hè, altijd selfie. Dat is tegenwoordig modern. Dat is modern, ja. Zeg, ik kan niet meer een dag zonder selfie voorbij. Hè? Ja. Nou, ze doen me ook wel heel fanatiek ook aan dagelijkse updates, hè, van het trainingskamp. Oh. Dus interviewjes en genoeg foto's die op Twitter voorbij komen. Ja, ja. Dus, ik denk, daar vullen ze die fotorolletjes ook wel mee, gok ik zo. En de, die en de Facebook-sessies die s'avonds gehouden worden met spelers? Ja, ik heb alleen Twitter en geen Facebook, dus daar zie ik verder niet meer. Nee, Facebook heb ik ook niet. Nee, maar ik heb al volgens mij Koch en... nou, in ieder geval Koch was het volgens mij die de laatste... Ja. Ze hebben het einde van het vorige seizoen ook alweer gedaan, hoor, een aantal keren. En toen Verschuren volgens mij zijn contract verlengd heeft. Wordt daar heel vaak gedaan dat... Zanger Arno. Ja. Wordt het heel vaak gedaan dat dan de supporters daarna nog de mogelijkheid hebben om vragen te stellen via Facebook. Dus dat is op zich wel, wel grappig. Ja, zeker. Maar ja... Dit was de Radpool. Dit was de Radpool. Binnen die 22, je hebt de lijstjes voor je. Ik zou zeggen, kijk er allebei even na. Behalve de jongeling, zit daar nog verrassingen bij, vind je zelf? Nee. Ja, ik vind Joe Hart wel een leuk keeper. Ja, die zou je er wel graag bij willen hebben. Van die koffer. Waarom niet? De traveling squad bedoelde. Ja, bijvoorbeeld. Wie zouden we daar nog... dat zijn degenen die mee zijn gegaan naar Amerika. Wie zou je daar graag voor bij nacht willen zien? Ik zou Mares, die is net gekocht. Jojo moet een geweldige verdediger zijn, hè? Ja, de broer van. De broer van. Ja. Als je maar niet net zoals zijn broer is. Nou, hij mag mee naar Amerika met de traveling squad. Ik denk dat zijn niveau iets hoger ligt. Ja, dan, dat hoop ik ook. Voor hem. Maar ja, gezien het afgelopen seizoen, hè, en hoe Hans Mulders omgegaan is met het ontslag van de trainer, een nieuwe trainer aanstellen waarin hij vindt dat we daar een klein stapje mee omhoog kunnen. Oftewel... Als je dat zou mogen vertalen, moeten we een wedstrijd of 5 voor het einde van de competitie veilig zijn. Hè? Dan denk ik dat we aan de doelstelling een beetje gedaan hebben. Ja. Ik zie Erik Garcia staan. Is dat de broer van? Nou, lijkt me niet. Oh. Nee, ik moet zeggen, is ook een naam die mij niet zo bekend in de oren klinkt. Maar binnen deze squad die mee zijn gegaan naar Amerika van Manchester City, zijn alle EK of WK-gangers natuurlijk ook nog niet bij. Dus, dus eigenlijk dit is het tweede. Dit is eigenlijk het... wat achtergebleven is, geen international is en aangevuld met het EDS-team, denk ik, of zo. Juist, correct. Dus wat dat betreft veel mogelijkheden. Maar even terug op de vraag. Met dit team denk ik dat die doelstelling nog lastig wordt. Er zal echt wel bij moeten. Ja, daar moet wel bij, absoluut. Ja. En zeker in de assen van het veld. Ja, zoals gezegd. Die namen zegt me niet zoveel, hoor. Een aantal ook niet, absoluut niet. Nee. Kijk, die Palmer Brown is gewoon een Amerikaans international, toch? Lijkt me wel, ja. Dus nou ja, als die mee gaat spelen achterin, dat scheelt een slok op een bol qua stabiliteit. Ja. En dan zo'n Ilitje bij op middenveld. Mm-hmm. Manneke, ja, ik zeg alweer, Rode Sterbergerdo. En neem de bagage mee. Mm-hmm. Ja, daar heb ik wel vertrouwen in. Dus alleen, die spits. En ik ben een beetje bezorgd om de keeperspositie, toch wel. Ja. Want ik moet zeggen, onze Karel deed het goed. Maar hij is nog een beetje jong en ik vind hem ook wel aan de kleine kant voor een keeper. Maar dat kan aan mij liggen, hoor. Toch? Ja, ik vind hem wel klein. Ja? Ja. Hmm. Als ik dan zo'n knoest zie van City die ze willen halen. Als je hem daarmee vraagt, is hij wel klein, ja. Klopt. Maar is hij te klein? Ja, als ik me herinner, de keepers die we altijd hebben gehad, zeg maar de laatste jaren. Ja, dan voor afgelopen seizoen. Maar ja, Terouwelaar en zo. En Babos, dat waren ook best wel stevige gasten gewoon. Ja. Mm-hmm. Stond wel iemand in de goal. Dat waren wel bonkers. En dat idee mis ik een beetje bij maar Karel. Wij misten op een bepaald moment ook een beetje lengte in de verdediging. Hè? Zijn, dus het was belangrijk dat we een keeper hadden die goed was op de hoge ballen. Ja. En ook durfde uit te komen om die ballen er in ieder geval uit te halen. Maar ik zie, als ik het lijstje van nachtspelers even pak wat mee is, dan vind ik het in ieder geval wel goed dat Daan Klomp. Ja. En moet ik even kijken, Marvin Reuver zit erbij. En Freek Vergestel zijn toch jongen. En de Van Hooydonk, hè? En Sidney Van Hooydonk, inderdaad. Zijn toch jongetjes die gewoon uit de eigen opleiding grotendeels komen. Ja, toch een beetje aan de poort rammelen, stiekem. Ja, ja. Zou die toch wel wat verrassingen kunnen... Misschien wel. Dat zou kunnen. Daan Klomp heeft trouwens goed gedaan, hè, tot nu toe al. Hè? Ook in zijn invalbeurten. Dat is wel een grote jongen. Ja, en mij viel in goede zin ook wel Van Hooydonk op tegen Sparta. Lekker agressief, lekker die duels in gaan. Mm-hmm. Toch ook wel voetballend vermogen. Ja. En ook de zoon van onze trainer, die Jonne van der Gaag, die bracht ook wel voetballend vermogen tegen Sparta. Dus, okay.
Ja, eigenlijk al die jonkjes die invielen, daar was ik eigenlijk best wel over te spreken. Nou, dan is het alleen maar fijn als die jongens zich beter gaan ontwikkelen. Toekomst, maar dat betekent wel dat er een aantal op de deur rammelen en dat die basis 11, om het zo maar te zeggen, maar dan niet zomaar zeker zijn van die basis. Betekent dat, dat we dan minder spelers, dat we dan minder spelers nodig hebben van City? Nou, dan nog niet, want ik denk wel dat ze voor een heel seizoen... Is het link, denk ik. Ja, en dan op de druiven, zeg maar. Ja, ja, precies. Kijk, die gaan nog wel jongens afvallen door blessures. NAC is toch een ploeg die altijd veel gele kaarten pakt. Dus ook schorsingen ga je krijgen. En ik denk dat van de jonge jongens die nou mee mogen, die zakken er ook een paar terug naar Jong NAC. Die mogen nou aan het echte werk ruiken. Maar die zullen toch de competitie ingaan met Jong NAC. Ja, ja. Dus daar heb je gewoon een paar man nodig nog. Daarom klaar. Maar we gaan Hans aan zijn woord houden. Hebben we nog een stuk muziek?